Alle kinderen zijn verplicht om vanaf de eerste schooldag in de maand na hun 5e verjaardag naar school te gaan. De gemeente Nijmegen zorgt voor handhaving van de leerplicht onder Nijmeegse kinderen. Want elk kind heeft recht op een goede toekomst. De leerplicht is de plicht van alle kinderen om tussen hun 5e en hun 18e jaar naar school te gaan. Zodat ze goed voorbereid zijn op de maatschappij en makkelijker aan een baan kunnen komen. Het is juist een plicht om ervoor te zorgen dat de kinderen ook echt allemaal onderwijs genieten. Dat er geen ongeschoolde kinderen zijn in Nederland. De redenen dat kinderen niet naar school gaan zijn onder andere problemen in de gezinssituatie, multiproblematiek, kan legio zijn waardoor kinderen geremd worden in hun schoolloopbaan. In de Stadswinkel ontvangt bureau Leerplicht ouders van leerlingen die, om wat voor reden dan ook, verzuimen om naar school te gaan. Wij hebben inderdaad sancties. Het is mogelijk om de kinderbijslag stop te zetten. Het is ook mogelijk om een procesverbaal op te maken. Dat betekent dat de ouders of de jongeren naar de rechter moeten en zich daar mogen verantwoorden. Wij hebben rond de 1900 meldingen op jaarbasis. En die meldingen, dat kan dus heel erg variëren. De ROC's hebben de opdracht gekregen om het aantal voortijdig schoolverlaters te reduceren. Voortijdig schoolverlater is een jongere die voortijdig zijn schoolloopbaan beëindigt. Die heeft nog geen startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op HAVO of op MBO 2 niveau, minimaal. En daar ga je toch zoeken van wat dan wel, wat past dan wel. Want je wilt heel graag dat een meisje een startkwalificatie haalt. Op het ROC Nijmegen heeft Leerplicht haar eigen werkplek en spreekkamer. Nijmegen loopt hiermee landelijk voorop en een nauwe samenwerking met het ROC heeft in korte tijd al een positief effect op het terugdringen van het schoolverzuim. Maar de eerste contact is in wezen met een verzuimcoördinator. Die doet vervolgens ook de melding richting DUO, daar waar het gaat waar een leerling meer dan 16 uur per week of per maand afwezig is. En dan komt de leerplichtambtenaar in beeld. Ik geef een leerling altijd de gelegenheid om, als ze bij mij zijn geweest, laat maar zien dat je het nu wel kan. Ik zeg er wel altijd bij, één kans. En grijp die kans. Grijp je die kans niet, dan heb je een probleem. Dan wijs ik ze ook op de consequenties, op de gevolgen en wat het eventueel kan inhouden. Wij hebben nauwe banden richting leerplicht en de jeugdarts. Dat zijn ook de twee aangewezen figuren om te zeggen, die gaan op huisbezoek. We hebben wel altijd contact met de ouders, omdat het om leerplichtige leerlingen gewoon gaat. Het is goed dat de leerplichtambtenaar hier op school zit. We weten elkaar direct aan te spreken. Ik zit in het systeem van de school, dus ik kan ook gelijk de collega's van het ROC, zal ik ze maar even zo noemen, die kan ik direct bereiken. Dus het is alleen maar goed dat hier ook leerplicht zit. En dan hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid om zo'n leerling te bespreken in een zorgadviesteam. Dan zitten er verschillende partners aan tafel. Dat kan een GGZ zijn waar het psychische hulp betreft, maar het kan ook inderdaad een leerplichtambtenaar zijn of het maatschappelijk werk in Nijmegen. Ik denk wel dat je dicht bij elkaar moet gaan zitten. Dat als ik zie de voortijdige schoolverlaters van enkele jaren terug, 2 jaar terug en nu, denk ik dat we al een winst hebben geboekt.